WSC zelf wordt het nijpende tekort aan trainingsvelden een belemmering voor de doorgroei. Dit is erg jammer, omdat in deze tijd de roep om de jeugd meer te laten sporten, om overgewicht tegen te gaan, hier haaks op komt te staan. In alle gemeenten om ons heen zie je dat je daar kunstgrasvelden al gerealiseerd zijn. Behalve in de gemeente Onderbroek, daar wordt nog te vaak gezegd dat er geen geld is om dit te realiseren. Maar in onze visie moet je daar eens prioriteiten meer hebben. Ons huidige wethouder Gerrit-Jan Veldhoorn heeft aangegeven dat tussen nu en 4 jaar ook de Onderbroekse verenigingen kunstgrasvelden gaan krijgen. Dat klinkt mooi, maar ik doe nu toch al een dringend beroep op onze wethouder om hier geen 4 jaar meer mee te wachten. Eén ding blijkt hier wel uit, dat we bij WSC niet stilzitten. Dat we nog altijd grote plannen en doelstellingen hebben. En dat is goed. Tot slot wensen wij u als bestuur van de voetbalvereniging WSC een voorspoedig en een gezond 2011 toe. We spreken daarbij ook de wens uit op oog voor uw medemensen en steun elkaar waar het kan, in goede en slechte tijden. Dank u wel. Henry van Beek, Eddy van Olst en Nicolette Hoorn, zij zijn bij ons aan tafel aangeschoven. We beginnen natuurlijk even met de hoofdmoot, met de gastheer van WSC, met Henry van Beek. Henry, pas heb je ook al een interview gehad met de jongens van Loker TV, met Evert Tijssel en Aad Veldman. Dat interview heb ik nog niet gehoord, maar goed, we zullen dat gewoon nog achterkomen waar het over gaat. Maar het is altijd eventjes terugkijken op het afgelopen seizoen. Ja, je memoreert het net al in je voorwoord. Topklasse net niet gehaald, maar grote plannen, kunstgras. Gaat misschien een beetje lang duren, maar het zal er eerder moeten komen, al eerder aangegeven. Afgelopen seizoen, hoe kun je dat eventjes in niet al te lange bewoording of afgelopen jaar samenvatten? Ja, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk een seizoen dat je strijdt voor de topklasse. Dat haal je net niet. En dan is er een teleurstelling. Dat duurt vaak hier maar heel kort. En dan gaan we met elkaar de schouders eronder zetten om dat resultaat weer in te halen. Dus vanaf het moment dat we het niet haalden, was er alles op gericht om de selectie beter te maken. En zodat we het jaar erop er in ieder geval dusdanig in mee konden doen of gaan doen. En hopelijk met een kampioenschap kunnen afsluiten. Ja. We kijken een beetje ver weg. Ja, de geruchten gaan, of je hebt het aangegeven ook in de vergadering, dat de gemeente misschien wel dit sportpark wil hebben. Misschien voor woningbouw, wanneer de WSC gaat verhuizen. Maar dat is toch in een heel pril stadium. Daar praten we over 5-6 jaar minimaal. Nou nee, dat ligt er helemaal aan hoe deze ontwikkeling zal gaan plaatsvinden. Dan, kijk, als je op een bepaald moment zowel gemeente als vereniging. En ik moet er wel even bij zeggen, het is niet alleen de vereniging WSC, maar ook een aantal... de tennisvereniging en de basketbalvereniging en dat soort verenigingen. Die zijn er ook mee. Die doen er ook in mee. Maar als zo'n beslissing er een keer is, dan kan het natuurlijk ook heel snel gaan. Want, er komt ook snel kunstgras. Dan komt er dus heel snel kunstgras, ja. Je moet zo bekijken, projectontwikkelaars zijn bedrijven die geld willen verdienen. En als er geld verdiend kan worden, dan moet je snel zijn. Dus zo gauw als het jaar de partijen er met elkaar over eens zijn, dan verwacht ik dat het nog wel zeer snel kan gaan. En dan komt het sporthotel ook? Nou ja, goed. Ik zei dat. Was dat toen een 1 april grap, Henry? Of... Ja, nee, je hebt het zelf kunnen lezen. De vorige keer dat ik dat vernoemde, kwam er nogal wat hilariteit. En in de politiek werd het andere maat niet in dank afgenomen. Ik vond het wel leuk dat het nu opeens weer in de pers, alleen vanuit een andere hoek, dan erin gebracht werd. Ja. Ach, zo zie je maar, als je dus af en toe eens iets loslaat en een idee ontwikkelt, dan heb je maar zo kans dat het zichzelf voortzet en dat die ontwikkeling ook doorgaat. En je kunt nooit weten. Nee.
Goed, Andy, en WRC is ambitieus en WRC wil richting de topklasse, want daar valt ook wat te verdienen. Goed, we gaan even naar de gast naast mij, Nicolette Hoorn. U bent als afgevaardigde van het gemeentebestuur hier aanwezig. Hebben ze u hier maar naartoe gestuurd of bent u vrijwillig gekomen? Nou, ik was sowieso onder de indruk van WRC. We zijn in april met het CDA hier geweest. En toen was ik al onder de indruk van enorme sociale bewogenheid die er ook zeker zit bij Henry van Beek. Als je kijkt wat er achter zo'n vereniging als WRC zit, is echt imponerend. Dus ik was zeker gekomen dat ik hier nu zit zonder Gerrit-Jan. Is omdat Gerrit-Jan vanavond naar de nieuwjaarsreceptie is van VSCO. Ja. En later op de avond hopen we nog even te draaien. Dan komt hij hier naartoe en dan ga ik daar naartoe. Ja. Want voor contacten is het zeker leuk. Maar ik denk dat WHC zeker voor Wezep een hele belangrijke speler op het veld is. Ja. En wat is uw takenpakket binnen de gemeente Oldebroek? Ik doe de ruimtelijke ordening, dus de bestemmingen. Dus zeker als we gaan ruilen van bestemmingen. Je zegt hier wil ik geen sportpark, maar ik wil daar naartoe. Dan ben ik in beeld. Even naar de buurman, naar Eddy van Os, de voorzitter van OVIOS. Ja, Eddy, je doet het al een paar jaar en we hebben ooit als een poosje geleden met elkaar gesproken en je vond het fantastisch, maar als ik jou zo zie met je gezicht, dan vind ik het nog hartstikke mooi. Ja, natuurlijk. Je doet dit wel per gratie van de leden natuurlijk. En je weet nooit wat er precies allemaal op je afkomt. Ik loop nu 2,5 jaar mee. Wat ik wel vind en wat ik steeds belangrijker vind, is ook de sociale functie die een vereniging inneemt in de samenleving. En daar heb ik me eigenlijk zelf een beetje op verkeken. Maar als je ziet wat een voetbalvereniging betekent binnen de gemeenschap, dat had ik ja, eigenlijk niet kunnen en niet mogen verwachten. En dat, ik ga het ook steeds meer waarderen zelf. En dan is het heel erg leuk natuurlijk dat, ja, dat je ook een sport bedrijft en dat je probeert dat op een zo hoog mogelijk niveau te doen. Al is dat bij OWS iets anders dan dat het hier is. Laten we heel eerlijk zijn zoals het is. Maar daar haal ik voor mezelf heel veel voldoening uit. Ja. Ja. Je ziet de clubs om je heen. Dat gaat allemaal wat hoger op. OWS, we weten het, het haalt geen spelers. Het betaalt niet. Je blijft dan op dit niveau. Hoor je wel eens in de wanden gaan dat men toch stiekem wel wat hoger op wil met deze club? Nou, we hebben zelf een beleidsplan gelanceerd. En daar hebben wij in aangegeven dat we binnen 5 jaar, er is alweer een jaar van om, toch weer eerste klasseniveau willen zijn. En ik kan je vertellen dat om van de tweede klas naar de eerste klasse moet er ook best wel wat gebeuren. En het zal niet van dat het einde van dit seizoen al gerealiseerd is. Dan moeten er wel heel erg positieve dingen gebeuren die ik niet voorspel bij deze. Maar tuurlijk, en het, als dat kan met de mogelijkheden die wij hebben. En ook met het plezier dat iedereen erin moet hebben, dan willen wij natuurlijk ook hoger op. Ja, ik heb bij mijn aantreden gezegd van ik wil geen voorzitter worden van de derde klasse. Ik ben er al een paar keer verrekt en dichtbij geweest trouwens. Maar dat, ja, dat, ook daar moet je niet voor weglopen. Dat, ik bedoel, je begint ergens aan en je doet dat samen. Ik doe dat ook niet allemaal alleen. Nogmaals, er moet zoveel gebeuren binnen een vereniging om dat te kunnen bewerkstelligen. Dat is bij OWS zou ik bijna zeggen, toch een soort van cultuuromslag die er plaats moet vinden. En dat, ik weet niet of dat moet. Voor mij hoeft dat niet. Nee. Het is niet dat wij zeggen van we moeten echt de WSC aan en we moeten binnen een aantal jaren ook topklasse worden. Die mogelijkheden die hebben wij momenteel gewoon niet. Nee. Dat is gewoon heel simpel. Jij nog het laatste woord. Ik hoop niet dat het te lang duurt. Ach, kijk, het zal te goedkoop weer me noeten te roepen van doe je maar een kampioenschap. Mijn grootste wens is ook, jongens, stof in elkaar kloor. En als er wat is, help elkaar. Dankjewel. En ook in het nieuwe jaar stof in elkaar kloor. Nicolette, nog een laatste opmerking. Nou, ik wil ze in ieder geval heel veel succes wensen. En ik zal reserveren juni om hier een kampioenschap te komen vieren. Eddy, jij nog een laatste woord? Ja, ik had het nog niet de gelegenheid gehad. Maar ik wil in ieder geval alle kijkers van Logo TV ook een heel goed 2011 toewensen. En zowel op sportief vlak en als persoonlijk vlak. Ook voor jou natuurlijk, Henk. Maar daar wil ik het eigenlijk bij laten.